Welkom bij een nieuwe video van DigiStudies. Vandaag gaan we het hebben over de bouw en functie van een verteringskanaal. Dit onderwerp zal in twee delen worden gesplitst, waarvan dit het eerste deel is. Dit is tevens de tweede video in de serie Voeding en Vertering. We gaan het hebben over wat er precies gebeurt in de verschillende delen van het verteringskanaal. We beginnen met de mondholte, de keelholte, de slokdarm en de maag. Allereerst de mondholte. Hierin vindt de mechanische bewerking van ons voedsel plaats. Wat we hiervoor verstaan is het kauwen van het voedsel met behulp van het gebit. Hierdoor zal het voedsel worden verkleind. Ook wordt in de mondholte het eten vermengd met speeksel door middel van de tong. Speeksel wordt geproduceerd door de speekselklieren, welke in deze afbeelding te zien zijn. Speeksel maakt het verteringskanaal nat en glad. Daarnaast bevat speeksel een enzym, amylase genaamd, wat zorgt voor de eerste stap in de vertering van zetmeel, oftewel koolhydraten. Amylase draagt dus bij aan de omzetting van koolhydraten in glucose en andere monosaccharide, zoals we in de eerste video hebben gezien. Vervolgens wordt het voedsel doorgeslikt en komt het in de keelholte terecht. Het proces van slikken is in de afbeelding te zien. Voedsel wordt met de tong naar achteren en in de keelholte geduwd. Vervolgens gaat de huig omhoog om zo de neusholte af te sluiten. Het voedsel kan dan niet door de neus weer naar buiten komen. Ook gaat het strotklepje omlaag en sluit zo de luchtpijp af. Voedsel kan dan niet de longen binnenkomen. Het voedsel is dan in de slokdarm beland. Het kan ook zijn dat je je verslikt. Wat er dan gebeurt is dat er voedsel in de luchtpijp terechtkomt, doordat de luchtpijp niet goed wordt afgesloten door het strotklepje. Er wordt dan een hoestreflex opgewekt om te voorkomen dat er toch voedsel in de longen terechtkomt. Nu is het voedsel in de slokdarm terechtgekomen. De slokdarm is eigenlijk alleen een transportbuis van keelholte naar maag. Er vindt hier dus geen vertering plaats. Voedsel wordt naar de maag gestuurd door middel van peristaltiek. Peristaltiek is de golvende en afwisselende samentrekking van de lengte- en kringspieren van de slokdarm. Hierdoor wordt het voedsel voortgestuwd. Peristaltiek wordt in deze afbeelding weergegeven. De horizontale pijlen stellen de kringspieren voor en de verticale pijlen stellen de lengtespieren voor. Peristaltiek vindt ook plaats in de andere delen van het verteringskanaal, zoals de maag en de darmen. Hier draagt het ook nog eens bij aan het mengen van het voedsel met spijsverteringssappen. Peristaltiek wordt gestimuleerd door aanwezigheid van voor de mens onverteerbare plantaardige bestanddelen, oftewel voedingsvezels. Voedingsvezels zijn vooral te vinden in granen, zoals brood. Vervolgens is het voedsel in de maag terechtgekomen. De maag dient vooral als tijdelijke opslagplek voor het voedsel. Ook wordt de voedselbrei hier nog eens verder gekneed door middel van peristaltiek. In de maag begint de vertering. Er wordt maagschap toegevoegd uit de klieren die zich in de maagwand bevinden. Maagschap bevat enzym. Dit zorgt voor de vertering van eiwitten in een zuur milieu. Wat er dan gebeurt is dat eiwitten dus worden omgezet tot aminozuren, zoals we in de vorige video hebben gezien. Naast enzym bevat het maagsap ook zoutzuur, oftewel HCl, en dit zorgt ervoor dat het maagsap zuur is. De pH hiervan is 2 tot 3. Dit zure milieu zorgt ervoor dat bacteriën die in de maag terechtkomen, worden gedood. Het is dus een heel belangrijk mechanisme om ontstekingen en infecties te voorkomen. Dit was de video over de bouw en functie van het eerste deel van het verteringskanaal. De volgende keer gaan we kijken naar het tweede deel van het verteringskanaal. Beginnende met de 12-vingerige darm, de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm. Bedankt voor het kijken en mocht je iets niet begrijpen, laat het dan vooral achter bij de comments.